Welkom bij een nieuwe gameplay commentary video van Gamerset.nl. Naast me zit Tom Kouwenberg. Ik ben Peter en we gaan het hebben over de nieuwe Lego game die eraan zit te komen. Natuurlijk gebaseerd op de film. De Lego Movie 2, de videogame. En Tom, hoi. Hey, wat op? Welkom in Cispocalypse Star. Wat ik? Dat is geen makkelijke naam om uit te spreken. Nee, zeker niet voor de kids. Nee. Nee, een nieuwe Lego game. En bij elke Lego game denken we altijd, ja, is het niet meer van hetzelfde? En vaak is dat het ook wel. Maar er is wel iets wat me nu heel erg opvalt, is de wereld is nu in zijn geheel van Lego. Ja, ze deden het ook al een klein beetje met de vorige Lego Movie videogame. True. Maar nu is het echt, ik bedoel, in deze game, je zult het straks misschien ook nog wel zien, er zijn wolken van Lego. Ja, maar nu niet. Heck? Nee, straks zeg ik. Straks. Het is bizar hoeveel dingen in deze game helemaal in Lego zijn vormgegeven. Het is echt leuk dat ze dat nou eindelijk eens een keer doen. Het is eigenlijk best wel gek dat ze daar echt 10 jaar mee gewacht hebben voordat dit een ding was. Ja, maar dat komt gewoon echt omdat de film nu zo'n ding is. Ja, want normaal gesproken was het soort van, de omgevingen waren een soort van getekend gewoon. Of geanimeerd. En dan wat dingen die nodig waren in de game waren echt van Lego. Ja. Maar dat is wel echt heel anders. Ja, nu is alles van Lego. Sterker nog, de area waar we nu in zitten, dat is de sandbox area. Een beetje de hub waar je dus allerlei dingen kan bouwen als je die verzameld hebt. En snelbouw ook, zie je. Ja, dat gaat heel erg hard. Ja. Zo snel doe ik het meestal niet als ik een nieuw doosje krijg. Nee. Maar het leuke is dat deze area die je hier ziet, zit in de film. Helemaal op het eind. Een klein stukje. Echt een minuscuul stukje. Okay. Maar hij is dus perfect nagemaakt in de game. Speel je wat je dus zeg maar ziet in de film. Dat is dezelfde omgeving. Maar die zit al een seconde in de film. En nou hier kun je er gewoon in chillen. De hubwereld van hem maken. Ja. Waar je ook allemaal shit kan bouwen, zou ik net. Komen we daar nog op terug? Of moet ik daar nog? Want de lootbox, daar komen straks wel op, hè? Ja, lootbox. Je zag er net eentje langskomen. Dat je relics krijgt. Ja, geen in-game currency, dat wil ik even gezegd hebben. Nee, precies. Het zijn volledig ethische lootboxen, zou je kunnen zeggen. Het is alleen het gevoel van het openen van een pakketje en dat je dan een randomized stuff eruit krijgt. Dat zit erin. Dus die dopamine factor gaat werken. Maar het kost niks. Dus dat is goed. Oké, en we komen nu via een soort spaceship op een van die vele planeten. Ja, want het is dus een. Je hebt dan die ene hubwereld, maar basically komt het erop neer dat elk level is zijn eigen soort van. Weet je, Mario Galaxy-achtig? Is zijn eigen planeetje, zeg maar. Is zijn eigen soort van ruimte-space station. En dat is best wel leuk gedaan, omdat dan elke wereld heeft dan een compleet andere soort van overkomen. Het doet je denken aan de film, maar het is wel verfrissend en het gaat niet helemaal het narratief van de film volgen. Nee, wat ik des te leuker vind. Het doet meer dan de film, toch? Het breidt uit op dingen van de eerste film, van de tweede film. Het haakt in op precies dat narratief, maar het is niet zo alsof je gewoon die hele film aan het kopiëren bent. Het gaat juist meer over, kijk bijvoorbeeld deze asteroïdenwereld, die zit voor een kort moment in de film, maar hier heb je dus een heel avontuurtje erin met wat zou er gebeuren als er meer zou zijn in die asteroïdenwereld in de film. Nou ja, dat speel je dan in de game. Dus ze breiden daar een beetje op uit en ik vind dat oprecht heel leuk gedaan. Mario Galaxy. Ja, een beetje wel, hè? Ja, hoe het eruit ziet, hoor. Het is wel heel veel eer om te zeggen, ze zal het spelen, ze zal het niet spelen, maar zo voelt het wel een beetje. Ja. En het is echt wel heel anders. Ik vind als je echt in een wereld wat echt helemaal van Lego is, het voelt wel een soort van legitiemer alsof je in een echte Lego-wereld zit. Ja, ik weet niet. Het heeft iets. Sowieso is het gewoon heel pleasing om te zien. Maar het is ook leuk dat ze daar een soort van. Ik heb een interview gehad met een van de producers. Dat staat waarschijnlijk inmiddels ook wel online op gamersnet.nl. Ja. Maar het leuke is dus dat er daar een soort van hele techniek is voortgekomen uit Lego Worlds. Beetje de geflopte soort van Minecraft spin-off van Lego. Ja, die MMO. Ja, het was een beetje een soort van MMO-achtig. Ja, het was heel apart. Ik heb het idee dat het niet helemaal heeft aangeslagen bij de kids. Maar het leuke is dus wel dat ze daar bepaalde technologieën mee hebben genomen naar dit soort games. Dus alles wat je ziet is van Lego. En dat komt helemaal omdat ze daar een soort van een of ander algoritme of zo over hebben. En ik vind dit gewoon fantastisch. Het zijn hele kleine puzzeltjes allemaal. Maar sommige dingen vergen nu daadwerkelijk inzicht. En dat vind ik fraai. Het is niet meer ga hier naartoe, hou B in en dan bouw je automatisch wat je nodig hebt. Het zijn meer juist zo van, oh, dit is een obstakel. Wat zou ik hier kunnen bouwen om dat obstakel te kunnen overkomen? En dat is heel leuk gedaan. Dat ze daadwerkelijk kids erover na laten denken. Ja, jij hebt er nog niet echt over nagedacht, want je springt nou 2 keer in de ravijn. Ja, ik dacht, dit moet toch gewoon te halen zijn, want er is hier niet een bouwprompt. Er staat hier nergens dat ik iets moet bouwen. Dus, okay. Weet je, dan, hey, pak je gewoon zelf de bouwpagina. En denk je van, wat nou als ik hier een trampoline neer ga zetten? Dan kan ik het misschien wel halen. Oh. En ik vind dit oprecht. Ik weet niet in hoeverre het aan gaat slaan bij kids. Of het misschien niet dan alweer te moeilijk wordt of zo. Maar ik vind dit soort van inzichtelijke soort van uitdagingjes vind ik heel leuk om te zien. Heel erg verfrissend voor een Lego game. Die over het algemeen best wel
super straightforward zijn. Het speelt ook echt wel anders hoor. Ja, toch? Het ziet er anders uit. Het voelt een beetje anders. Kijk, het is natuurlijk wel dezelfde engine. En je hebt nog steeds, zeg maar, in de hut zijn een paar dingen hetzelfde. Maar ze doen best wel veel dingen, doen ze toch wel anders. En dat vond ik, als volwassene of zo, vond ik dat echt best wel een soort van hele gewaarwording. Van, oh shit, dit is een hele andere soort Lego game. Ze zijn daadwerkelijk een keer aan het vernieuwen en het niet alleen maar aan het zeggen. Ja, oh, wat en hier ook, dit is dus een wereld waar dus een heel narratiefje in zit. Maar er zitten ook bepaalde kleine sidequests in. Nou laat ik hier toevallig wel een hele korte zien. Maar ik vind het gaaf om te zien dat elke wereld kun je naartoe terugkomen. Dan zijn er misschien nog wat sidequests, er zijn nog wat collectibles die je gemist hebt. Ik weet niet hoe ver het loont om telkens terug te blijven komen. Maar het is in ieder geval gaaf om te zien dat een level niet gewoon... Weet je, oh, deze scène uit de film, je speelt hem door, klaar. Nee, ja, er is best wel wat incentive om terug te gaan. Krijg je een extra blokje. Ja, het is natuurlijk weer heel veel te verzamelen. En daar komen... is het genoeg te verzamelen? Is het leuk genoeg? Het verzamelen verspreidt zich over een aantal dingen. Ik bedoel, je kunt blokjes verzamelen, maar je kunt natuurlijk ook als je bepaalde dingen scant of als je bepaalde dingen vindt en bijvoorbeeld ook die relics opent, dan verzamel je dus ook allerlei dingen die je weer kan bouwen in die hubwereld. Dus ik heb het idee dat er wel, zeg maar, genoeg is. En vooral als je een Lego-fan bent, dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk van die Lego-dingetjes wil je zelf kunnen bouwen of wil je in je catalogus hebben staan. Ja. Dus ja, dan ga je natuurlijk terug naar bepaalde werelds, meer steentjes verzamelen, meer dingen proberen te scannen, meer van die lootboxes scoren. Ik heb het idee dat er meer puzzeltjes zijn of zo. Kleine puzzeltjes. Ja, inderdaad. Er zit net iets meer uitdaging in, lijkt het. Ja, maar daardoor is het wel weer minder filmisch. Het is wel gameriger. Ja, ja, en ook de cutscenes zijn eigenlijk wat simpeler. Er zitten niet hele verhalen in. Maar dat wil ook zeggen dat je niet van die beetje cheesy, cringy humor krijgt. Nee, weet is je? Leuk. Oh, is Batman glijdt uit op een banaan of weet ik veel. Batman glijdt uit op een banaan. Dat zou echt super grappig zijn. Hij heeft de stem van Will Arnett. Ja, klopt. Geen voice line, het is geen enkele volledige line, maar gewoon wel een... Wat fantastisch. Het zou een hele dure voice line zijn geweest. Dat moest inspreken. Hoeveel ze er ook voor betaald hebben, Will Arnett is het waard. Ah, Will Arnett is elke cent waard. Ja. Heel veel keuzes in characters natuurlijk. En het is allemaal het ouderwetse Lego wat wij vroeger mee speelden. Daar kun je ook heel veel sets nog van verzamelen. Ja, nee, bizar. Het is best wel leuk dat ze inderdaad, zeg maar, nieuwe en oude Lego erin verwerken. Dus zo hebben de oudere gamers ook nog wel eens een keer iets. Dat ze denken van, hey, dit is mijn jam. Dit herken ik. En misschien niet alleen de kids die de film nu hebben gezien of zo. Nee, maar als mijn piraten sets van vroeger erin zitten, dan zou echt heel tof zou dat zijn. Ja, ik neem aan van wel. Ik heb cowboy dingen verzameld in mijn paar uur speeltijd. Dus dat is mooi. Tof, man. En eindbazen zitten er nu ook in. Wat daadwerkelijk best wel leuk. Bizar. Het is echt een eindbaas met verschillende fases. En met bouwen en met platformen. Het is best wel... Okay, je moet er eerst op of zo? Ja. Ik heb hier al een aantal fases van gedaan. Maar basically moet je ervoor zorgen dat je erin komt en daar gaat vechten. En het is best wel gaaf gedaan dat ze dit gewoon... Oh, het is best leuk. Wel massief of zo, weet je wel. Super groot. Een beetje Shadow of the Colossus, maar dan van Lego. Nee, dat is misschien een te groot compliment. Maar ik vind het leuk dat ze dit überhaupt proberen. Want ze hadden voor hetzelfde geld hadden ze ook weer gewoon terug kunnen gaan. Ja, klopt. Naar gewoon basically dezelfde formule als die ze in 2006 of zo geïntroduceerd hebben met de Lego games. Maar ze vernieuwen daadwerkelijk niet. Nee, dat is ook long overdue, toch? Ja, ik zou zeggen long overdue, maar daardoor is het wel een verrassing geweest. Ja, nee, dat snap ik. Ik vind het ook echt leuk, dit platform op zo'n eindbaas, en dat je dan in de eindbaas zet. Er zitten er drie van in de game. Van dit soort eindbaas? Dit soort eindbaas zitten er ongeveer drie in. Ik weet niet precies hoe lang de game gaat worden, maar het punt is wel dat ze hebben die eindbazen en ze hebben die overworld. En ze komen nog met post-release content. Drie pakketten die gratis zijn op notabene. Dus niet alleen zijn alle lootboxes onbetaald en wel. Je kunt ze gewoon krijgen in de game. Superveel zelfs. Dat is ook nog een keer gratis content achteraf. Ja, leuk. En het spel had ook een lage prijspunt, zag ik net online. Ja, volgens mij €40 zo. Exact. Daardoor denk ik wel dat het spel iets korter gaat zijn. Heb ik het idee. Dat zou je dan denken. Maar ik zag al aardig wat werelden ertussen staan, zeg maar. Dus dat is wel een dingetje. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe ver dit, zeg maar, nog groter gaat groeien. Hoe groot die catalogus uiteindelijk is. Wat er allemaal voor zeg maar, voor ons Easter eggs-achtige setjes in zitten. Ik bedoel, ik zag cowboys, maar ik wil ook mijn oude piratenset wel terugvinden. Zeker, in deze game. Prima. En oude politiebureaus. Oude politiebureau. Politiehaven uit de jaren 90. God, wat was dat een epische set. Ja, nee, dat soort shit wil ik ook in die game zien. Ja. En dat is natuurlijk ook waar ze ook op inspelen. Dus ik denk het wel. Ze zijn er al wel altijd goed in. Het is een kerk uit de film. Trouwens, je speelt natuurlijk ook een kerk uit de film. Maar zij zag ik ook... Je speelt eigenlijk wat je wil. Ja, nee, je kan iedereen zijn, wat best wel bizar is. Ja. Aliens, dat is natuurlijk altijd een ding. Ja, ja, dit is de eerste eindbaas. Een beetje het eerste level wat we hier zien. Ik heb sowieso de beelden een beetje geknipt en geplakt. Maar basically komt het hierop neer. Dit is een soort van Mad Max-achtige wereld waarin je opent. Wat ik ook weer vet vond om te zien, is een woestijn van Lego. Ja, dat is heel tof. Echt van Lego blokjes. Ja, echt van Lego blokjes. Kon je zelf nooit zelf maken natuurlijk thuis, want je hebt nooit zoveel beige blokjes. Nee. Het was altijd heel duur. onwijs bedankt, Tom, in deze eerste introductie in
De Lego Movie 2, de videogame. De Lego Movie 2. Je hebt hem in één keer goed. Jazeker. Het heeft een hele dag gekost. Maar de Lego Movie 2 videogame zit er nu in. Het is niet de videogame. Het is volgens mij niet de videogame. Okay. Het is alleen de Lego Movie 2 videogame. Oké, nou, dat valt er nog best wel mee. En we hebben zelfs mounts. Ja, wat bizar is. Ja, gewoon als je denkt van, hey, ik moet een eindje lopen, dan waarom bouw je niet gewoon een mount? Met weer een leuke referentie naar de film. Ik vind het fantastisch. Check de preview op gamersnet.nl. Ja, ga dat zeker doen. En onwijs bedankt voor deze rondleiding, Tom. Ja, geen probleem. Hij komt eind deze maand uit. PlayStation 4, Xbox One en iets later Nintendo Switch. En PC. Nee. Nee? Ik weet niet wat het is. Ze zijn echt van PC af te stappen. Oké, duidelijk. Dankjewel. Doei.